In dit filmpje worden verschillende werkvormen leesvaardigheid besproken ter afwisseling van de standaard tekst met vragenbenadering. Er zijn zowel tekstonafhankelijke als afhankelijke vragen bij de traditionele benadering. Met name de onafhankelijke vragen leiden ertoe dat zowel docenten als leerlingen op de automatische piloot door hun les heen gaan. Toch zijn er goede onafhankelijke vragen, zoals de hoofdgedachte. Er zijn dus andere werkvormen die allemaal naast het vergroten van leesvaardigheid beogen om leerlingen bewust te maken van leesstrategieën. Zo kun je leerlingen zelf vragen laten maken bij een krantenartikel of tekst. Je kunt een tekst in stukken knippen en die kniptekst weer tot een passend geheel maken. Je kunt zelf een leerling hardop laten denken en observeren bij het uitvoeren van een leesopdracht. Je kunt leerlingen onder tijdsdruk laten lezen, waardoor ze strategische keuzes moeten maken en oriënterend moeten lezen. Je kunt leerlingen laten trio lezen. Je kunt leerlingen in groepjes laten samenvatten in sneltreinvaart. Erg leuk, wel wat hectisch. Of neem de werkvorm van het mysterie. De tekst biedt een sleutel of een aanwijzing om het mysterie op te lossen. Helemaal mooi als je een thematisch setje teksten hebt met meerdere aanwijzingen erin. Laat leerlingen de tekst reduceren tot een telegram, waarin ze de hoofdgedachten moeten formuleren en dus het belangrijkste van de tekst moeten samenvatten. Laat leerlingen een deel van de tekst adopteren. Dit bevordert het eigenaarschap van een deel van de tekst en het expertlezen. Dat wil zeggen, leerlingen zijn expert van een stukje van de tekst en moeten dat met elkaar uitwisselen en zo het geheel construeren. Ik gebruik verder in dit filmpje het sandwichmodel, waarbij ik kort wat tips geef wat er voor, tijdens en na het lezen kan gebeuren. Wat kan er voorafgaand aan het lezen allemaal worden gedaan? Om te beginnen kun je de tekst voorbewerken door die aan te laten sluiten bij de leefwereld en de kennis van de wereld van de leerlingen. Zo kun je de leerlingen nieuwsgierig maken en hopelijk roept het vragen op. Je kunt belangrijke woorden benadrukken en van tevoren uitleggen. Je kunt direct en expliciete instructie geven op de manier van lezen. Je kunt zelf voordoen hoe je leest, door te modellen. Je kunt met leerlingen praten over het belang van lezen. Je kunt met leerlingen praten over hun leesniveau en motivatie. Je kunt oefenen onontkoombaar maken door ze warm te maken. Ik heb goede ervaringen met een HAVO-klas door ze eerst een filmpje over Korsakoff te laten zien en daarna een examentekst over hetzelfde onderwerp te lezen. Dat vonden ze opeens heel boeiend. Wat kan er tijdens het lezen gebeuren? Tijdens het lezen is belangrijk om te sturen op inzicht krijgen in de structuur van de tekst. Ook kan men reflecteren op de betekenis en functie van leestekens, verwijswoorden en signaalwoorden. Men kan stilstaan bij de functie van niet-talige elementen, als ze aanwezig zijn. Moeilijke en essentiële woorden kunnen worden verklaard. Spreekwoorden en uitdrukkingen moeten worden begrepen. Tussendoor kan men terugblikken op wat al gelezen is. Men kan vooruitkijken en voorspellingen maken in verband met het verdere verloop van de tekst. De docent kan sturen op het ontwikkelen van denkvaardigheden. Analyseren, vergelijken en ordenen, klassificeren, veranderingsprocessen onderkennen en relaties onderkennen en verklaren. Natuurlijk is het tegen het einde van de tekst belangrijk om al dan niet samen de hoofdgedachten van de tekst te achterhalen. Wat kan er allemaal worden gedaan na het lezen? Je kunt de leerlingen laten praten over de tekst. Je kunt de informatie laten ordenen met behulp van schema's. Je kunt leerlingen laten formuleren welke voornemens ze hebben om beter te worden in lezen. Geen genoegen nemen met meer lezen of preciezer gaan werken. Je kunt moeilijke vragen klassikaal nabespreken. Je kunt geselecteerde woorden in verwerkingsopdrachten laten terugkomen. Een overkoepelend middel om leerlingen beter te laten worden in leesvaardigheid is motivatie. Een aantal tips die hopelijk de motivatie zullen verhogen. Varieer in activerende werkvormen, zoals duo lezen of de expertvorm, samenwerken. Wissel je tekstaanbod af, denk aan internet, krant, maar ook tv-programma's. Wissel de verwerking van de tekst af, discussie, creatief schrijven, onderzoeken, presenteren. Gebruik actuele teksten. Geef leerlingen keuzemogelijkheden. Stimuleer eigen inbreng, zoek de passie van de leerling. Praat met leerlingen over lezen, het nut, het niveau en de te nemen stappen. Samenvattend, we hebben het over werkvormen gehad die beogen leerlingen bewust te maken van leesstrategieën. We hebben tips voor, tijdens en na het lezen gegeven. Ten slotte hebben we het over hopelijk motiverende aspecten van een goede leesles gehad.